Binnenkort gaan we weer wandelen. En dat wel 4 dagen achter elkaar. Vier dagen achter elkaar. Namelijk bij de avondvierdaagse. Ja, we kennen natuurlijk allemaal de Nijmeegse avondvierdaagse. Die elk jaar wordt gehouden. Maar er zijn op ongeveer 600 plekken in Nederland waar het ook wordt gehouden. En ongeveer 500.000 kinderen doen mee aan zo'n avondvierdaagse. Dat is natuurlijk behoorlijk veel. Wist je trouwens dat de avondvierdaagse is gestart in 1940? Nou ja, zoals je dat nog niet wist, dan weet je dat nu. Dus je merkt al, dat is al best wel lang. En zo'n avondvierdaagse duurt natuurlijk 4 avonden. Het woord zegt het natuurlijk al. Maar voor degenen die het nog niet hadden beseft, nou ja, dan bij deze. Dus ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment een beetje saai gaat worden. He, zo'n kilometer of 5 die je misschien loopt, of 10 of 15, of misschien wel langer. Ja, dat gaat op een gegeven moment wel heel erg saai worden, vind ik dan. Nou heb ik een aantal tips voor jullie, of althans voor de kinderen die meelopen, om te gaan doen tijdens de avondvierdaagse. En ik weet zeker dat je dan een volle bak die 4 dagen doorkomt. Sterker nog, je kan er zelfs een 5 achteraan plakken. Zo leuk gaat het worden. Nou, hier bij de tips. We beginnen met tipje 1. Je kan gaan bingo'en. Ja, dat is leuk, bingo. En dan niet met die getalletjes. Nee, wat je doet, je maakt op een vel papier, maak je een vierkant van 4x4. Dus 4 vakjes tegenover 4 vakjes. En in elk vakje zet je bijvoorbeeld iets grappigs. Bijvoorbeeld, ik zie een boom. Nou, dat gaat heel makkelijk worden. Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen, ik zie een mevrouw achter een rollator. Of ik zie een vuvuzela. Of ik zie een blauwe hond. Die gaat heel lastig worden. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. En al die vakjes die je dan hebt ingeschreven, dan is het de bedoeling om samen met iemand anders te kijken wie er als eerste bingo heeft. Wees wel eerlijk natuurlijk. Dus als je een blauwe hond tegenkomt, dan weet ik zeker dat dat niet echt is. Dus wees eerlijk. En dan is het natuurlijk de vraag, wie heeft als eerste een horizontaaltje, verticaal rijtje of diagonaal. En dan natuurlijk, wie heeft als eerste 2 rijtjes en wie heeft daarna een volle kaart? Nou, dan kan je natuurlijk als je wil een leuk prijs aankoppelen. Maar hoeft natuurlijk niet, want het gaat natuurlijk om dat je lekker bezig bent. Je kan het ook liedjes gaan zingen. En het bekendste liedje is wel, ik heb een potje met vet. Ik heb een potje met vet. Nou ja, goed, dat gaat nog wel even door zo. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Je kan dus liedjes gaan zingen. En je hoeft niet alleen maar dat liedje te zingen hoor. Want je kan ook hele andere leuke liedjes zingen. Zoals, er staat. Nou goed, maakt niet. Volgende. Ik zie wat jij niet ziet. Misschien wel het allerbekendste spelletje. Voor in de auto, voor onderweg, in het vliegtuig, in daar goed. Dat kan je natuurlijk ook doen. Ik zie wat jij niet ziet. En dan onderweg. Het is een beetje een soort van bingo variant. Maar dan wat eenvoudiger. Dan vind ik misschien wel zelf de allerleukste tip. Een selfie opdracht. Schrijf op papier een stuk of 5, 6 opdrachten die je moet vervullen. Bijvoorbeeld iemand met een vuvuzela. Neem even het voorbeeld van daarnet. Als je die dan tegenkomt, dan ga je vragen aan die persoon. Meestal staan ze aan de kant van de weg. Meestal kan je dan wel eventjes tussenuit glippen en dan even snel een foto maken met iemand. Nou, dan stel ik voor dat je, als je zo iemand tegenkomt, dan ga je er naartoe en dan zeg je, oh, ik ben bezig met een opdracht, blablabla, mag ik even een selfie maken? Nou, dan maak je dus een selfie met je telefoon. Ik heb nu even geen telefoon, maar heb ik wel, maar goed, je snapt wat ik bedoel. En dan maak je dus een selfie en dan heb je die opdracht voltooid. Nou, als je dan 6 opdrachten, of meer of minder, hebt voltooid, dan win je. Spreek wel even af met elkaar, dat als jij die persoon het eerst hebt gezien, dat jij dan het recht hebt om die foto te maken. Dus ga niet allebei dezelfde foto maken bij dezelfde persoon. Dat zou natuurlijk niet eerlijk zijn. Nou, daar kan je een beetje mee variëren. Je kan het uitgebreid maken. Je kan het moeilijk en makkelijk maken. Want je kan ook zeggen, nou, ga een selfie maken samen met een boom. Ja, daar staan er best veel. Dus dat is een beetje gek. Maak het dus lekker, makkelijk, eenvoudig, hoe je maar wil.
de laatste tip is een woordenslang. En dat is leuk, want bijvoorbeeld iemand zegt, ik zie een boom. En het moeten wel dingen zijn die dan te maken hebben met de avondvierdaagse. De ander moet dan het lettertje M, hè, de laatste letter van het woord boom, moet dan weer beginnen bij een nieuw woord. Dus bijvoorbeeld, de ander zegt dus boom. De ander denkt dan, oh, ik zie een moeder. Nou, dan heb je dus de R als laatste. En dan kan je bijvoorbeeld, de ander zegt dan, ik zie een rechterschoen. Nou, zo ga je dus door. En bij rechterschoen kan je dan bijvoorbeeld zeggen, een tent. Soms dan zitten wel eens mensen langs de kant van de weg. En die zitten dan in een tentje. Nou, dat soort dingen kan je dan doen. En dan kan je een hele lange woordenslang maken. En wie op een gegeven moment denkt van, nou, ik pas of ik heb een dubbele woord gezegd. Ja, dan heb je dus verloren. Nou, dit waren eigenlijk 5 spelletjes die je zou kunnen doen tijdens de avondvierdaagse. Dus eigenlijk heb je voor elke avond en nog een bonusavond. Kan je 1 avond 2 doen. Of je doet ze allemaal tegelijk op 1 avond. Kijk maar wat je ermee doet. Het zijn in ieder geval hele leuke spelletjes om in ieder geval die avondvierdaagse lekker door te komen. Ik zou zeggen, wandel ze en doei doei! Gaan we maar wandelen.